Maarten Droon, de wedstrijd tegen RKC staat op het programma. Geloof je nog in sprookjes? Hopen op sprookjes is het meer. Er kan natuurlijk alles gebeuren. Dat heb je vorige week gezien. Daar sta je ook een kwartier virtueel vierde. En natuurlijk is de hoop dat toch nog gebeurt. Dat zou het mooiste zijn. Dan barst er een mooi feestje los. Alleen wij houden wel rekening met het feit dat wij gewoon vijfde of zesde worden. En dus de play-offs in gaan. Ja, want je gaat er eigenlijk een beetje vanuit de PSV gewoon thuis van NAC Breda wint. Alhoewel. Nou ja, je weet dat NAC, om zich helemaal veilig te spelen, moeten ze nog een puntje halen. Dus natuurlijk weet je dat de ploegen nog wel hun werk zullen doen. Maar in principe gaan wij ervan uit dat wij de play-offs in gaan. En dat is ook het meest logische als er nog twee ploegen boven je staan. Dus wij gaan er gewoon vanuit dat wij woensdag weer op moeten draven. Ja, dat zou dan het zou ook wel heel erg, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, verbazingwekkend zijn als het al toch nog gebeurt? Misschien ergens wel, maar we hadden het van de week erover dat wij als Heerenveen zijn eigenlijk sinds de winterstop vast op een plek hebben gestaan en heel stabiel eigenlijk hebben gepresteerd of in ieder geval op de positie. En een van de weinige ploegen die constant op dezelfde plek is blijven staan. En dan zou het misschien een mooie beloning zijn voor de laatste week hoe we voetballen, hoe we bezig zijn om die vierde plek te pakken. Alleen wij zijn ook zo realistisch dat de play-offs denk ik voor ons team en onze selectie het meest logisch is. Zondag of zaterdag? Nee, zaterdag is de wedstrijd, hè? Zaterdag, wie weet, Europees voetbal. Ja, dan barst er wel een feestje los en wij hopen er heel erg op. En anders maar via de play-offs? Anders doen we het via de play-offs. Dus ook liever op gelijk via de vierde plek, maar via de play-offs zou ook een mooie beloning op dit seizoen zijn.